ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een shoplog. En als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik heb twee superleuke pakketjes mogen ontvangen. Eén van My Jewelry en één van Naked. Bij Naked heb ik ook een kortingscode voor jullie. Ik zet van My Jewelry en van Naked alle linkjes in de beschrijving. Ik ga aan jullie laten zien hoe het staat. Hoe ik het zou combineren. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En ik kan echt niet wachten om het open te maken. Bij My Jewelry heb ik nog even stiekem al gekeken. En ja, daar gaan we ook gewoon maar gelijk mee beginnen. Ik heb een beetje een combinatie tussen jurkjes en ook gewoon sieraden. En ik draag ook heel veel sieraden van hun. Ik vind het echt een super fijn merk. En het verkleurt gewoon niet. Sommige dingen draag ik echt al jaren. Ik heb geprobeerd wat minder sieraden in te doen. Zodat ik gelijk eventjes wat dingen kon laten zien. Als eerste een superleuke jurk. Na de vakantie ga ik fulltime voor de klas staan. En ik miste echt nog wat van die lange jurken die je gewoon voor de klas eigenlijk aan kan doen. En toen zag ik deze, dacht ik, deze wil ik heel graag meenemen. Voor als ik straks voor de klas sta. De stof is echt top. Echt een hele fijne stof. En het is dus zo'n mega lange jurk. En kijk hoe leuk deze kleurtjes zijn. Ik had dit echt nog totaal niet. Ik heb ook wel geprobeerd echt wat meer kleur te shoppen. Want ik heb zoveel zwart en wit en grijs. Dat ik er gewoon een beetje moe van word. Dus ik heb deze jurk. Ik heb hem in een maatje M. Ik denk dat een S ook wel had gepast. Hij is €56. En ja, ik dacht gewoon super leuk voor in de klas. Maar ook gewoon voor op vakantie. Echt een prachtige jurk. Dus dat is deze. Echt super blij mee. Oké, deze jurk is echt zo prachtig. Ik kan hem niet helemaal laten zien, want hij komt tot mijn enkels. Voor school zou ik er wel misschien hier nog een hemdje onder doen. Maar hij is zo mooi. Hij zit lekker. En die kleuren zijn echt prachtig. Ik ben er echt zo blij mee. Dit wordt echt een van mijn nieuwe favoriete jurken. Echt zo mooi. I love it. Dan heb ik super leuke oorbellen uitgekozen. Ik heb in mijn oren 3 gaatjes. Ik zal maar even uithalen. En ik dacht, deze zijn wel echt super leuk voor mijn tweede gaatje. Ze hebben dus van die sterretjes. Echt heel cute. En dan van die ringetjes eraan. Ze zijn €20. Ik zal eventjes het uit de verpakking halen. En ik dacht, hoe leuk is het dan om hier in je tweede gaatje te doen. Kan natuurlijk ook in je eerste of ligt eraan hoeveel. Oh, ik doe hem nu in de verkeerde. Oké, ik heb ze ingedaan. Ik vind ze echt mega leuk. In je eerste gaatje zien ze er denk ik ook heel erg leuk uit. Maar deze zijn dus, je hebt heel veel sieraden in zilver en in goud. Maar ik draag alles in zilver. Dus daarom die. Dan heb ik nog een superleuk ringetje. Deze. Ik zal maar even uithalen, want anders zie je heel erg die weerspiegeling. Deze met van die steentjes. Echt heel erg mooi. En ze hebben deze ook gewoon in allemaal verschillende ringmaten. Dus dan moet het eigenlijk wel passen. Ik draag dus altijd om al mijn vingers ringen. En ik wilde graag eentje vervangen. Dus ik dacht, dan doe ik die. Even kijken. Ik hoop namelijk dat die... Ik kan hem wel hier doen op zich. Maar hij is heel groot. Hij past eigenlijk zelfs om mijn duim. Nou ja, maakt niet uit. Deze en deze heb ik in maat 17. Maar ik heb om mijn ringvingers altijd maat 16. Dus ik dacht, dan moet het wel goed komen. Dus dat is die. Oh ja, en ik heb nog een hele leuke jurk ook voor school. Want het is ook zo'n lange jurk. Een lange luchtige jurk. En ik heb hem dus echt in een hele mooie donkergroene kleur. Donkergroen qua kleding is echt mijn lievelings. En deze was €46. Heb ik ook in een maatje M. Ik denk dat ik een S ook wel had gepast. Maar nou, dan zit hij lekker los. Dus deze jurk, hij heeft dus korte mouwtjes. En dan is hij dus ook weer heel erg lang. En dan is hij dus getailleerd met een riempje. Dat vind ik persoonlijk altijd wel mooi met lange jurk. Omdat anders, ja, dan is het echt zo vormloos of zo. Dus dat is deze jurk. Ik vind hem echt prachtig. Dus dat is die. Deze ga ik sowieso heel veel dragen. Ook met die andere jurk die je hier nog ziet liggen. Oké, de groene jurk zit ook echt perfect. Ik vind hem echt zo mooi. Hij zit lekker, hij is lekker luchtig. En hij komt dus ook weer tot mijn enkels. Het is echt een lange jurk. Je kan dit dus knopen, maar ik zou dit ook bijvoorbeeld aan de achterkant kunnen knopen. Ja, het is gewoon echt een hele mooie jurk. En ik ben ook blij dat ik hem in het groene heb genomen. Want dan is hij gewoon een klein beetje anders. Echt, echt een hele mooie jurk. En ik had nog meer sieraden uitgekozen.
Ik had deze, volgens mij had ik een kettingje en een armbandje. Ja, ik had een kettingje en een armbandje, want ik vond het wel leuk als het bij elkaar past. En hij is dus zilver met van die steentjes. Even kijken hoor, welk het armbandje is. Ik denk dat dit de ketting is. Ja, dit is de ketting. Die is 23 euro. Omdoen, want ik dacht, het is ook wel leuk bij de rest van mijn kettingen. Dan kan je het een beetje combineren. Ik dacht, als ik hem zo in het midden hang, dat ziet er wel heel leuk uit. Moet alleen zo even kijken dat hij op de goede hoogte hangt. Zo. Kijk, hoe schattig. En dan heb ik zo twee andere kettingjes en dan die. Dus dit vind ik echt super cute. Dit ga ik ook gelijk lekker omhouden. Daarom had ik ook de rest nog niet omgedaan. Dus dat is die. En daarbij hoort dus ook een armbandje. Die ga ik dan ook maar gelijk omdoen. Ik ga vandaag ook op vakantie, dus het komt echt allemaal heel goed uit. Alleen kan ik armbandjes bij mezelf niet zo goed omdoen. Dit is hem. Echt super cute. Nou, het armbandje lukt me niet om zelf om te doen, maar die leg ik eventjes hier neer. Dan moet ik eens even vragen of iemand anders hem even voor me omdoet. Dus dat is het armbandje. En ik had ook nog hele leuke oorbellen. Volgens mij was dat het laatste. Er zit ook nog zo'n soort tasje in die je kan gebruiken. En er zit ook nog een hangertje bij. En de oorbellen die erbij zitten vind ik ook echt heel mooi. Dat zijn deze oorbellen. Die ga ik ook lekker meenemen op vakantie. Die zijn 25 euro. Die heb je ook in het goud. Ik had ze dus gezien bij een vriendinnetje op haar verjaardag. En ik vond ze echt zo leuk. Dus die ga ik lekker meenemen op vakantie. Ik zal ze heel even laten zien. Kijk, ze zijn heel heftig en heel groot. Dus ik ga ze nu niet hierbij doen. Maar ik vind ze wel echt mega leuk. Dus dat is die. En hij heeft dus allemaal van die hele mooie steentjes. Dus dat waren de oorbellen. En dit waren ook de items van My Jewelry. En ik heb ook nog een pakketje van Naked. Dus die ga ik ook openmaken. Bij Naked heb ik altijd gewoon een maandelijkse samenwerking. En ik had nu ook echt wat zomer items uitgekozen. Ook van de nieuwe collecties. Dus dat is wel heel erg leuk. En ik dacht, dat ga ik jullie lekker laten zien. Als eerst dit jurkje. Ik vond hem zo leuk. Ook echt mega leuk voor een foto. Even kijken hoor. Dit is echt zo'n perfect jurkje. Voor op vakantie die je dan zo lekker kan aandoen. En je kan deze dan zo knopen. Ik vond hem echt heel leuk. Het is dus zo'n gehaakt jurkje. Echt prachtig. Ik heb hem dus in een maatje M. Want ik vond hem er best wel klein uitzien. Als ik hem nu zie, ziet hij er ook best wel kort uit. Maar ik ben heel benieuwd hoe deze gaat staan. Echt heel leuk. Dus dat is het gehaakte jurkje. Oké, je moet hem even eigenlijk zien met een bikini eronder. Maar ik vind hem echt mega leuk. De kleuren zijn echt top. Hij schijnt dus een beetje door. Dus daarom vind ik het ook wel echt meer voor je bikini. En hij heeft dus zo'n open rug. Dus ja, echt een mega cute jurkje. Dus deze ga ik toch zo nog even in mijn koffer proppen. Want anders vind ik het echt zonde. Maar ik vind hem echt zo schattig. Oh ja, dan zag ik nog een soort strandtas. En ik gebruik nu echt zo'n oude Love Stories tas. En ik vond deze er eigenlijk best wel mooi uitzien. Dus ik dacht, waarom probeer ik het niet een keer? En ik had gewoon een nieuwe strandtas nodig die ook gewoon dicht kan. Dus ik heb deze uitgekozen van Naked. Echt heel leuk. Ze hadden hem met groen en met blauw en met nog iets. En kijk, hij is echt mega groot. En dan kan je gewoon je handdoek in doen. Heel chill voor het strand. Zo. Dus deze vond ik er wel echt heel erg leuk uitzien. Dit was net met een collectie met Romee Strijd. Een nieuwe collectie met Romee Strijd. En zij draagt dat jurkje dus als ze zwanger is. En daardoor vond ik het best wel lastig om te zien hoe het dan bij mij zou staan. Maar alsnog. En dit is dus weer met een collectie met Claire Rose. Heel erg leuk tasje. Dus dat is die. Ik ga hem alleen niet meenemen op vakantie. Want ik heb dat al allemaal ingepakt. Oh ja, ik heb ook nog dus een panterjurkje. Ik ben heel benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Namelijk deze. En normaal vind ik dit dus altijd een beetje ordy of zo. Maar ik dacht, voor op vakantie kan het echt best wel leuk zijn. Dus ik moet het gewoon eventjes aanzien. Ik heb een minimaatje 38. Soms kan ik echt makkelijk een 36 of een S. Maar ik durf het gewoon nooit aan, want ik ben heel bang dat ik het niet pas. Maar kijk hoe leuk deze mouwtjes zijn. En dan met dit. Echt mega schattig. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze bij mij gaat staan. Ja, ik ga hem zo gelijk even passen. Want ik kan echt niet wachten. Dus dat is dit mega leuke jurkje. Oké, dan dit jurkje. Ik vind hem echt heel erg tegenvallen. Die mouwen die vallen er echt van af. Dus dat, ja, het ziet er heel gek uit. En hij is hier super strak.
En aan de bovenkant is hij dan heel los. En dan aan de onderkant ook weer. Maar ik vind hem wel echt heel mooi. Maar ja, ik ben bang dat ik dit niet echt ga dragen. Dus nee, echt heel erg jammer. Want ik vond hem echt super leuk. En dit is dan weer heel raar. Want dit heb ik dan ook weer gewoon in een maat M volgens mij. En dit past dan weer niet. Ik had dus blijkbaar ook nog hier iets van. Even kijken wat het ook weer was. Oh ja, ik heb hier nog een wenkbrauwpotloodje en een wenkbrauwgel. De make-up van Naked is echt top. Ik gebruik best wel veel make-up van hun. Dus ik heb gewoon even een nieuwe gekocht, want die van mij die waren bijna op. Dus dat is dat. En ik zag nog een heel leuk lila jurkje. Echt hele leuke items, maar wel meer voor op vakantie. Dit is dan het jurkje, deze kleur. En hij heeft dus een hele mooie open rug. Echt prachtig. En in het midden heeft hij dus een riempje. Dat vind ik altijd wel heel mooi. Omdat hij dan in het midden een beetje getailleerd is. Ja, je ziet het nu niet zo goed. Maar ik denk met die open rug dat het echt prachtig is. Ik moet wel even kijken wat voor BH ik eronder ga doen. En hij heeft dus een beetje van die grotere wat ballonmouwen. Ik denk echt dat deze heel leuk staat. Als die past tenminste. Dus dat is die. Ik ga er een beetje snel doorheen, maar ik vind het leuker om over de items te praten als ik het gewoon aan heb. Oh ja, dan heb ik nog zo'n grote blouse. Ik dacht heel chill voor over je bikini heen. Namelijk deze, zo'n oversized blauwe blouse. Ook heel chill voor op vakantie en dan inderdaad over je broekje heen. Ik heb deze in de maatje 36. En hij is ook wel echt lekker oversized, dus dat is echt top. Heel leuk. En deze was weer in een andere collectie. Met die Lisa en Lena van die twee zusjes. Dus daarvan heb ik dan weer deze blouse. Oh, ik wil echt alles nu meenemen op vakantie. Maar ik heb mijn koffer eigenlijk al ingepakt. Waarom doe ik dit? Nou, in ieder geval echt mega leuk deze blouse. Echt helemaal top. Dan heb ik nog een jurkje. En wat had ik nog meer? Dan zag ik nog een mega mooie body. Die body heb ik dus ook in het zwart. En ik vind deze echt prachtig. Je kan deze ook gewoon met een broek dragen. Je kan hem verstellen. Ik vind hem echt heel mooi. Want hij heeft dus hier helemaal kant. En dan hier niet. Dus je kan, ja, het ziet er gewoon echt heel mooi uit. Dus dat is deze hele mooie body. Die body heb ik in een maatje M. Dus dat is ook wel fijn. Want die body zit altijd best wel klein. Een beetje krap. Dus dat is deze. Ik heb deze ook in het zwart. En ik vind hem echt prachtig. En ik heb nog één jurkje, het laatste jurkje. Ik zag deze jurk, vond ik ook echt heel leuk. Ook gewoon even wat anders. En dat is deze. En dit is dus een jurkje met gewoon... Oh, de mouwen zitten er doorheen. Oh ja, wel met lange mouwen. En dan heeft hij dus dit zo bij de boobs. En dan heeft hij hiervoor een soort gat. Ja, het ziet er nu een beetje gek uit, maar bij het model zag het er echt mooi uit. Dus ik dacht, ja, ik moet het gewoon even proberen hoe dit er bij mij uitziet. Deze ook in een maatje M. Had ik ook in een S kunnen nemen. Ik had echt even een bui met allemaal grote maten bestellen. Dus dat is dit jurkje. Echt heel leuk. Oké, als eerst zou ik niet deze BH eronder doen, want het ziet er heel raar uit. Ik vind ook het gat een klein beetje raar. Hij is namelijk een beetje los. Dus het lijkt nu een soort van buidel of zo. Want de bovenkant vind ik eigenlijk dus heel mooi. Maar ik vind het nu een beetje een gek effect geven. En ook omdat hij best wel doorschijnend is, zie je echt zo'n vet kwap of zo. Dus ja, ik weet niet of ik dit echt heel leuk vind. Ik vond het idee wel heel erg leuk. En de bovenkant vind ik ook leuk, maar ik vind dit gewoon een beetje raar. Maar misschien met ander ondergoed of zo, dat het dan wel beter is. En ik ga nu eventjes alle dingen passen en voor jullie filmen. En heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je de video leuk vond. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!